Welkom bij Summer School! We gingen een speurtocht doen en we gingen capsules zoeken waar oude wetenschappers tekst in hadden geschreven over wat voor dingen zij onderzochten. Daar kreeg je dan een tekenopdracht bij, dus dat was er een soort vakje waar je dan je tekenopdracht op moest tekenen. En dat was wel heel leuk, want dan gingen we ook tussendoor spelletjes doen, zoals Annemaria Koekoek bijvoorbeeld. En toen hadden we dus een kokertje gevonden en dan zat er verhaal en informatie in. Dus dan krijg je eigenlijk allemaal informatie op een leuke manier. TerInfo is een organisatie en die geeft voorlichting over terrorisme. Die maakt het onderwerp bespreekbaar bij kinderen en die zorgt er zo voor dat op een veilige en op een natuurlijke manier dat er een gesprek ontstaat in de klas over de situatie en over wat er daarbij allemaal komt kijken. Zo hebben we verschillende lesprogramma's en die gaan bijvoorbeeld ook over nepnieuws of nu hebben we er eentje over onderzoek doen en hoe je dat nou doet. En daaraan gekoppeld terrorisme. We gingen eerst wat leren over terrorisme. Toen kregen we ieder een groepje. Daarbij gingen we met een microfoon gingen elkaar ondervragen. We kregen ook een werkgroepje. En we hadden 3 vragen. Wat vinden kinderen over terrorisme? Wat weten kinderen over terrorisme? En wat voelen kinderen over terrorisme? Ik vind het als een programmamaker heel gaaf om te merken hoe enthousiast die kinderen zijn en hoe graag ze willen leren. Ja, het is heel tof dat die kinderen hier nu al een beetje kunnen proeven van de universiteit.